Ik ben solution architect in de KPN Key Account. Daarin ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor de hele totaaloplossing die we aanbieden aan KPN. En ook het commerciële stuk erachter. Dus ook de pricing en de business case erachter. Ik hou heel erg van het innovatieve karakter binnen Huawei. Dus we hebben heel veel verschillende oplossingen. En al die oplossingen maken het voor een techneut echt heel erg leuk om te werken. En wat ik heel erg leuk vind is, we zijn heel erg klantgefocust. Dus als een klant iets wil hebben en we hebben het niet, dan gaan we kijken, oké, hoe kunnen we het wel maken? En dat is echt fantastisch om zo oplossingsgericht te denken samen met je collega's. In de business hebben we daar wel last van natuurlijk. Dat gaat ons niet in de koude kleren zitten. Maar in mijn eigen vriendencirkel, eigenlijk niet zo vaak. En als het gevraagd wordt, probeer ik mezelf te focussen op wat we wel doen. Dus in mijn verantwoordelijkheid ben ik ook bezig met bijvoorbeeld hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de verduurzaming inzetten. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld het 5G-netwerk minder energie verbruikt. Zodat we daar ook onze doelstellingen kunnen halen qua energieefficiëntie. En we kijken natuurlijk naar, we brengen heel veel waarde in de keten. Ik bedoel, die digitalisering van de samenleving die gaat door. En Huawei is als geen ander in staat om daar oplossingen voor te leveren. En dat vind ik juist wel heel gaaf. Wat wij doen in de regel is samen met de operators een oplossing inzetten die niet alleen uit Chinese componenten bestaat. Dus wij leveren een stukje, anderen leveren een stukje. En in die gehele keten kun je daarmee de veiligheid borgen. En dat wordt ook echt heel erg getest in operators. Dus een KPN zal onze oplossing echt tot in de treuren testen op veiligheid. En ook de hele keten op veiligheid. En wij hebben natuurlijk in ons bedrijf daar een ontzettend hoge focus op. Mede door de aandacht zijn we natuurlijk ook heel erg bezig met hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze end-to-end processen ook echt veilig zijn en secure zijn. En daar zijn we dagelijks mee bezig. Het is een Chinees bedrijf, maar daarin zijn wij als lokalen wel heel erg belangrijk. Want uiteindelijk zijn wij de oren voor de mensen in de achterban die wat wil de klant? Wat kan de klant? Dat is voor ons belangrijk. En dat is ook een beetje onze rol in dit proces. Ik denk dat je hier voldoende kans kan krijgen, maar je moet jezelf wel bewijzen. Dus het is niet, je wordt van nature niet meteen vertrouwd in die zin. Dus je moet echt dat vertrouwen opbouwen. En dat doe je dus in de relatie en dat doe je door jezelf te bewijzen met de resultaten die je boekt. Dus als je gewoon resultaten boekt en daar consistent in bent, ja, dan krijg je voldoende kans hier.